derdekkingsplaquette in het oude gemeentehuis in Kessel is overgedragen aan burgemeester Wilma Delissen. De plaquette is een eerbetoon van de Nederlandse militairen die in 1939 en 1940 Kessel en omgeving verdedigd hebben. De plaquette wordt verwijderd omdat het oude gemeentehuis is verkocht aan Marij en Theo Peters. Er komt een bed and breakfast in het oude pand aan de markt. De plaquette die in de muur zit, die gaat weg straks in het kader van de verbouwing. En we vinden dat de plaquette een waardering is voor de Kesselse bevolking. En dan moet het ergens een plekje krijgen waar de Kesselse bevolking ook terug kan komen. En bij ons is dat wat minder het geval. Dus vandaar dus dat we naar een oplossing gezocht hebben samen met Stichting de Keverberg. Om het de goede plek in Kessel terug te geven. De plaquette is door Wilma Delissen overgedragen aan de historische werkgroep de Keverberg. De Stichting Keverberg beheert namens Peel en Maas het cultureel erfgoed van Kessel. En daarom is ons gevraagd, willen jullie het beheer over die plaquette op jullie nemen en die straks een mooie plaats geven in het kasteel. En daar hebben we natuurlijk graag ja tegen gezegd, om dat cultureel erfgoed ook in Kessel te bewaren, te behouden. Door de overdracht blijft de plaquette behouden voor de inwoners van Kessel. Er wordt een nieuwe plek gezocht in kasteel de Keverberg die op dit moment nog verbouwd wordt.